Paardenrijder aan. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de amateurkoers. Banter Boy bezondigt zich aan een startgaloppade. Als de eerste meters worden geslecht, zien we ook wegspringen de nummer 3, Bruno AMC. Banter Boy die is inmiddels alweer in de juiste draf, maar hopeloos getrokken is as promised. De eerste doorgang met bij het indraaien van de bocht Fred Handelaar en Discovery's Wish aan de leiding. Op de tweede plaats Chubby Bobber, die wordt geflankeerd door Iron Melior. Daarachter is het aan de binnenzijde Wanna van Ranem. Vet verder weg in het veld dan daarachter Mart Blankendaal en Colonel Newport. Die worden gevolgd door een opkomende Bruno AMC die ras terreinwinst maakt aan de buitenzijde. Uitgeschakeld nummer 10, 10 galop. Nummer 10, Clap Your Hands, maakt een zware galop aan en wordt uitgeschakeld als de paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn en Discovery Swish nog altijd leidt. Discovery Swish heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Daarachter komt weer Bruno AMC. Die heeft heel wat verloren terrein goed gemaakt op de derde plaats. Daarachter Chubby Bobber. En zo komen de paarden dan de bocht door met daarachter dan Wanna van Ranem. En die wordt gevolgd aan de buitenzijde door Iron Melior met verder weg in het veld dan Colonel Newport. Aan de binnenzijde Anthony Soprano en Banter Boy heeft de aansluiting als de paarden de bocht doorkomen. Richting rechte lijn voor de tribune trekken. En veelvoudig amateurkampioen Fred Handelaar leiding geeft aan dit veld met zijn nummer 1 Discovery's Wish. Langs de manege komen de paarden. Discovery's Wish is de leider. Maar die heeft een stolker naast zich in de vorm van Bruno AMC. En deze combinaties worden dan gevolgd door Chubby Bobber. Schuin daarachter aan de buitenzijde is het dan Iron Melior als we nu de laatste ronde ingaan, die gevolgd wordt door Wanna van Ranem. Wanna van Ranem, de ouderdomsdeken van dit gezelschap, gevolgd dan door Anthony Soprano, daarachter Colonel Newport en aangesloten Banter Boy. En de paarden laten de coolboxbocht achter zich met nog altijd Discovery Swish. Met een driekwart lengte voorsprong op de tweede plaats Bruno AMC, nog altijd op het vinkentouw. Aan de binnenkant ligt dan die Chubby Bobber en deze drie paarden worden gevolgd door de nummer 9, Wanna van Ranem aan de buitenzijde Arden Melior. En daarachter is het dan Colonel Newport met Anthony Soprano en Banter Boy. Die wordt nu ook door Charles Ma naar voren gestuurd. En zo kunnen we nog een heel spannende eindstrijd krijgen. Want het veld schuift in elkaar als een harmonica. Bij het indraaien van de laatste bocht met de handen Discovery Swish de leider. Colonel Newport is middels een tussensprint op de tweede plaats uitgekomen. En aan de binnenzijde de voordelige relingpositie nog altijd Chubby Bobber. Maar kijk eens naar Banter Boy. Banter Boy maakt hand over hoefterrein winst. En zo komen we de laatste bocht uit richting laatste rechte lijn. En is het nog altijd Discovery Swish die leidt. Discovery Swish aan de binnenzijde, aan de buitenzijde Banter Boy. Vrijbaan voor Colonel Newport en daar komt ook naar voren. Dat is Annemiek Beekman en die komt heel sterk met haar Chubby Bobber opzetten. En die is uiteindelijk het grote gevaar voor de leidende nummer 1, Discovery Swish. En Discovery Swish aan de binnenzijde houdt nipstand op de tweede plaats. Chubby Bobber. Iron Melior die legt nog beslag op het derde geld. Closed voor de vierde plaats, dat laten we over aan de rechter. En daar komt hij, dames en heren, de man met de gouden helm. Nou ja, met de vele gouden helmen. Hij kan er een straat mee plavuizen. Discovery Swish, Fred Handelaar, dames en heren. Magistrale overwinning met zijn Discovery Swish. De vijfjarige donkerbruine ruin van Incredible Hulk uit Butterflyas. Gefokt door de heer Kloosterman, dat is ook de eigenaar. Trainer is Bas Krebas. En zoals gezegd, veelvoudig amateurkampioen Fred Handelaar was de man aan de lijnen. Schitterende sierdeken. Er wordt omgehangen. Uiteraard ook voor Fred Handelaar. De schitterende bloemen beschikbaar gesteld door de orchideeënwinkel van Dirk Maassen uit Lutelgeest. Een en ander wordt op de plaat vastgelegd door Team Huibers. Al aanwezig op alle banen, zo ook vandaag hier in Emmeloord. Fred Handelaar neemt weer plaats in de bike, dames en heren. En uw applaus graag voor de winnaars Discovery Swish, Fred Handelaar.